Welkom dames en heren en welkom aan Juri Mulder. Ik ben even ten Apel en er staat vandaag een vriendschappelijke wedstrijd op het programma. En dit is de formatie waarin de thuisploeg van start gaat. Vandaag beginnen ze in een 4-3-3 opstelling. Met deze formatie stapt de uitploeg het veld op. Het andere team begint eveneens in een klassieke 4-3-3 opstelling met vleugelspitsen dus. Het blijft bijzonder. Twee clubs uit dezelfde stad die in één stadion spelen. En wat een stadion! Officieel heet dit het Stadio Giuseppe Meazza. Maar de wereld kent het als San Siro, de thuisbasis van AC Milan en Inter. Dat zie ik Sparta en Feyenoord nog niet doen, Evert. Een stadion delen. Maar in Italië kan het wel. Volgens mij doen Lazio en AS Roma het ook. De aftrap, we gaan beginnen. Ga er lekker voor zitten en geniet van 90 minuten topvoetbal. En hij wordt nu aangevallen. Honda. Loeihard, een gevaarlijke situatie. En die hand. Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. Snel gespeeld en prima in de hoek geplaatst. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Dit is het moment. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt onderschept die bal. Honda. Abate. We zijn net begonnen en de scheidsrechter moet nu al fluiten voor de eerste overtreding. Montolivo, Poli, Menes, oh ja! Doelpunt nu vanuit een andere hoek.
Schiet! Die bal is voor de keeper. Hij kan het wel oppakken. Menes. Hij is niet in zijn eentje. Honda! Oei, dat afstandsschot loopt op niks uit. Ja, toch goed dat je het probeert hoor, van afstand schieten. Weet je, voor hetzelfde geld gaat hij erin. Milan heeft de bal te pakken. Abate. Kan hij een medespeler bereiken? Goal! Een voorzet op maat en hij hoefde hem alleen maar in te knikken. Ja, en de keeper was kansloos. Prima doelpunt met het hoofd. Daar kan een keeper niets aan doen. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Honda. Abate. Ze bouwden de aanval geduldig op, maar zijn de bal nu toch weer kwijt. Doet hij het? Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Een schot. Hij scoort. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Bonifacia. Poli. Wat gaat hij doen met die bal? Verlengt hem met het hoofd. Dit wordt menens. Het gevaar blijft. Doelpunt voor AC Milan. We kijken nog eens naar de goal. De keeper zat er nog aan bij dat schot. Hij was kansloos bij de rebound. Cool afgemaakt door de aanvaller die goed oplette. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. De Schiglio. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Montolivo.
Hij wordt voorgegeven. Een slechte paas waardoor de bal weer in bezit komt van de tegenpartij. Boateng. Romagnoli. Die gaat uit, het is een inworp. Boateng. Hij is er bijna. En ja hoor, weer een doelpunt. Voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu wel erg groot. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu wel gespeeld is. Maar ja, je weet het nooit. De goal vanuit een andere hoek. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Daar gaat hij. Alweer eentje. De tegenstander kan wel door de grond zakken. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Bonifacia. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Het publiek heeft weinig waardering voor de tikkie terug. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Poli. Hij is erdoor. Vallen. Hij doet het. De keeper mag weer vissen. Die zal hier niet veel lol aan beleven. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Voorzet gestopt. Ja, en nu? Ja, in het net. Ja.
We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Poli. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Daar is de voorzet. Het is rust en we zijn al flink verwend met doelpunten. Jongen, wat heeft die de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Veel goals gezien in de eerste helft. Als de doelpunten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond, hoor. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? De voorzet is niet goed en de tegenstander gaat er met de bal vandoor. Menes. Bomba. Hij neemt hem tussen de palen. Hij wist al 2 keer te scoren en zo te zien is hij niet van plan het rustiger aan te gaan doen. Prima balcontrole en direct in de hoek geschoten. Uitstekend gespeeld. De goal vanuit een andere hoek. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Milan krijgt een vrije trap mee. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Boateng. Dat ziet er goed uit. Hij krijgt het voor elkaar. Scoort 3 keer en zet daarmee een fantastische hattrick op zijn naam. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Houdt die bal bezit? Poli. Doet die goed. En nog maar een goal. Telt u mee? Dit is je 2e al. Ga je voor de 3e? We gaan nog een keertje kijken naar die goal.
Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat... Hij doet het. Van zo'n grote afstand lukt het hem niet. Hij had misschien toch beter kunnen pasen. Ja, misschien wel, maar hij schiet ze er anders ook wel eens in, hoor, van die afstand. De trainer wisselt twee spelers tegelijk. Bonifacia. Boateng. Hij haalde flink uit, maar kon de bal niet genoeg richting meegeven. Nee, maar daar krijg je deze doelman niet bang mee. Dat schot leek nergens op. Laten we nog eens kijken naar die actie die aan het doelpunt vooraf ging. De speler krijgt de bal net buiten de 16, maar wel recht voor het doel aangespeeld en plaatst hem in de linkerhoek. Bonifacia. Montolivo. Honda. De bal gaat heen en weer. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Poli. Bonifacia. Boateng. Montolivo. Een schot. Bal komt terug. De bal gaat achter. De doelman legt hem klaar voor een doeltrap. Montolivo. Dat duel. Hij heeft een sterk schot in de benen. Ja, in het net. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Het gaat ze makkelijk af, Jury. De supporters zitten te smullen van deze wedstrijd. Ja, dat was ook te verwachten. Ja, ze zijn gewoon een klasse beter. Romagnoli. Poli. Honda.
Wat een waanzinnig schot. Ja, en nu? Het doel staat te trillen. Heeft de voorzet. Oh! Zo hoog over heb ik ze zelden gezien. En hier zien we die goal van daarnet nog een keertje. Een afstandsschot met de vreef genomen, rechts in het doel. Boateng. Boateng. Hij neemt hem. De bal kaat via de paal. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, hij kan hem zo oppakken. Milan krijgt een vrije trap mee. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg het wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zou me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Vanaf het begin was er één dominante ploeg. En nu we het einde van de wedstrijd naderen, kan ik zeggen dat daar geen verandering in is gekomen. Recht op de doel af. En we zijn klaar voor de corner. Hier kon je op wachten hoor. De trainer straft zijn beroerde spel af door hem naar de kant te halen. En waarschijnlijk is dat maar beter ook. Hij moet deze wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende. De bal komt op zijn kop terecht. Een doelpunt had hun zelfvertrouwen flink kunnen opkrikken. Olie.
De tijd zit er bijna op. Nog maar 2 minuten te gaan. Bonifacia. Nexus. Doelpoging. De wedstrijd is bijna afgelopen, maar we krijgen nog een vrije trap. Boateng. Bomba. Nou, dat was een uitstekende beslissing van de keeper hoor, om eruit te komen. Hij voorkomt zo een. De wedstrijd zit erop. De eindstand is duidelijk afgetekend. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Nou, wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.